Hallo allemaal, ik ben Natasja. Vandaag wil ik het met jullie hebben over landen waar je een zielsconnectie mee voelt. In mijn geval zijn dit vooral Ierland en Schotland. Iedereen heeft het wel dat je ergens in een ander land komt en dat je het gevoel hebt dat je je recht thuis hoort, dat er een hele warme, fijne energie hangt. En dat je ook het gevoel kunt hebben van, oh, hier ben ik al eens eerder geweest. Ook al ben je in dit leven daar dus nog nooit geweest. Hier ben ik dus al eerder geweest, hier voel ik mij goed. Dit voelt als thuiskomen aan. Vooral, mijn ervaring had ik dit vooral in Ierland. Dus ik ging daar op vakantie. En al meteen bij het aankomen had ik zoiets van, wow, dit voelt zo goed, dit voelt zo magisch aan, het voelt aan als thuiskomen. Een heel andere energie dan ik hier in België gewend ben. Ik heb ook altijd iets met de Kelten gehad, dus de Kelten, dat is echt wel mijn ding. Dat voelt heel vertrouwd aan voor mij. Dus altijd. En Ierland is wel een land dat veel Keltische invloed heeft. Je vindt daar heel veel souvenirs met kettingen, met Keltische symbolen, Keltische ringen. Ik heb er ook toevallig eentje aan. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Met een ring van Ierland. Daar staan wat Keltische tekens op. Ik heb nog wel wat spulletjes van Ierland waar dat Keltische invloed heeft. Voor mij voelde dat echt gewoon heel goed aan, dat land. Dat was echt zo een hele goede energie, een heel vertrouwde energie voor mij. Heel veel natuur ook, dus dat is sowieso al voor mij al heel positief. Ik ben een natuurmens en hier in België voelt het ook wel eens overbevolkt aan. Ik vind dat het hier echt een beetje chaotisch is. Heel veel huizen, heel veel bewoningen. In Ierland heb je sowieso ook wel wat minder bevolking, veel minder. Het is een groter land en er is een minder bevolking. Dus er zijn veel meer open plaatsen, meer natuur, minder huizen, minder bewoningen. En als je dan op de autostraat reed, waren er bijna geen auto's. Dus je kon heel goed doorrijden en bijna geen files. Hier in België sta je eigenlijk bijna constant in de file op de autosnelweg. Je ziet er overal superveel auto's voorbij komen. Dus dat is echt wel iets waar ik altijd wat moeite mee heb gehad hier. Zo die drukte, die chaos. Dat heb je in Ierland allemaal niet. En die Keltische invloeden vind ik in Ierland ook heel fijn. De natuur, ik kom heel graag in de natuur. Je hebt er zo'n prachtige uitzichten. Ook de muziek van de Ierland en zo. De gezellige pubs die je daar hebt. En ja, zo kan ik nog wel even verder gaan. In Schotland heb je dat ook wel. Schotland lijkt zo'n energie best wel op de energie van Ierland. Dus daar ben ik ook op vakantie geweest. En dat voelde voor mij ook al beter aan als hier in België. Dus dat was ook al zo'n energie van wauw, hè, zo ook heel veel natuur, een hele fijne mentaliteit van de mensen dat je daar hebt. Ook niet zwaar overbevolkt zoals dat je hier hebt. Maar ik heb dan ook wel zoiets van, ik zou wel met een reden hier in België geboren zijn, ik hoor hier dan echt wel thuis. Alles gebeurt met een reden. Ik probeer er echt vertrouwen in te hebben dat ik hier met een reden ben. Ik probeer er het allerbeste van te maken. Maar toch blijf ik die connectie met Ierland, Schotland, de Kelten heel sterk voelen. Ik ben benieuwd met welke landen dat jullie een connectie voelen. Jullie mogen het altijd delen, mogen het altijd laten weten. Dat vind ik ook altijd heel interessant. Dus dit wil ik vandaag even met jullie delen. Tot de volgende keer.